Vandaag beantwoord ik al jullie brandende vragen in het bos. Zonder dat ik het echt in de gaten had, waren er zoveel dingen die ik een beetje heb opgekropt. Bram gebruikt mij om ideeën te brainstormen voor zijn vlogs en soms gewoon om een gezellig praatje te maken. Ik heb ook mijn favoriete YouTubers die dan soms in één keer soort iets anders gaan doen waarvan ik denk, ja, hiervoor kijk ik niet. Wanneer wordt jouw aflevering van Tussen Kunst en Kietje uitgezonden? Mijn aflevering. Goedemorgen. Het zou de hele dag gaan regenen, maar de zon begint te schijnen. Het is droog, dus ik ga gewoon lekker naar buiten, kijk hoe lang het droog blijft. En dan ga ik een hele rits kijkersvragen beantwoorden voor deze kijkersvraag special. Ga je mee? Zo, dat is lekker, zegt die zon. Ik heb ook even een smerige koffie gehaald bij het tankstation. Ja, ik moet misschien toch wel eventjes een soort thermoskopje, fles situatie overwegen. Want 's morgens is het zo lekker rustig in het bos. Alleen dan mis ik wel een beetje mijn koffie. En als ik eerst koffie ga drinken, dan is het in één keer 2 uur later. Zwaar leven. Ik kon wel voor de blond roast kiezen. Dus misschien is het wel te doen. Nou, eigenlijk wel te doen. Wat loop ik nou weer te zeuren? Ik moet wel even over deze plas. Het is vrijdag op de dag dat jij dit ziet. Ik film dit op donderdag, dus een dag van tevoren. Dus is het weer tijd voor even iets anders dan een vlog. Oh, het licht gaat de hele tijd heen en weer. Dus ik zet hem even, de camera op automatisch. Niet het mooiste. Boeit jou helemaal geen reet. Prima. Ik weet dat de meeste van jullie het liefst iedere vrijdag, gewoon iedere dag van de week, een vlog zouden willen zien. Zoals ik de afgelopen jaar ook wel ongeveer heb gedaan. Maar het lukt me gewoon niet, zeg maar. Ik kom iedere keer in de knoei met de planning, met die laatste vlog van vrijdag. Of omdat ik niet iets heb meegemaakt wat ik heb kunnen filmen, of omdat ik niet genoeg tijd heb om te monteren. Of ik zit tot diep in de nacht nog een thumbnail te maken en de muziek uit te zoeken. En dat is gewoon niet te doen. Dus ik zoek naar een manier. Ik ben nog steeds op zoek. Het is een experiment om op die vrijdag een video te kunnen maken die iets minder arbeidsintensief is om te maken. Die wel net zo leuk is om te kijken. Ja, ik heb de oplossing nog niet helemaal gevonden. Het kan ook zijn, ik kondig het maar vast aan, dat ik op een gegeven moment besluit, die vrijdag die lukt gewoon niet. En dat ik dan dus van 5 dagen per week naar 4 dagen per week ga. Ik zou het jammer vinden, ook financieel gezien zou dat voor mij wel een stap achteruit zijn. Maar het moet ook nog een beetje te doen zijn natuurlijk. Oh, wel lekker zeg. Van alle experimentjes die ik tot nu toe heb gedaan, vond ik Brams bubbel het meest geslaagd. Alleen de vorm was er nog niet helemaal en misschien ook niet. Ja, in ieder geval het idee van reageren op actuele onderwerpen. Het spreekt me heel erg aan. Zeker omdat de vlogs ongeveer een week achterlopen, is het wel leuk om ook nog een soort format te hebben waarin ik echt iets kan zeggen over de afgelopen week. Dus wellicht dat die binnenkort nog terugkomt in een iets andere vorm. Hey, staat daar een reetje? Ja, ik zie een reetje. Ja, ik kan het niet. Oh, hij loopt een beetje mank. Oh nee. Maar vandaag in deze video ga ik jullie kijkersvragen beantwoorden. De vragen die ik in de comments krijg. Ik lees al jullie reacties. Ik reageer op wanneer ik kan en wanneer ik tijd heb en zin heb. En dit zijn een paar vragen die ofwel heel vaak gesteld zijn waarvan ik steeds dacht van, oh ja, daar moet ik nog even op terugkomen. Of gewoon een leuke vraag waar ik misschien wel een leuk antwoord op heb. Dus, kom erop met die bumper. Dit is de kijkersvraag van de dag. Dit is de kijkersvraag van de dag. En de eerste vraag komt van Thea, maar het is ook een vraag die ik best wel vaak krijg. Als je al zo lang vlogt, heb je dan toch nog dat gênante gevoel? En heb jij dat alleen of hebben Bonnie, Roosmarijn en anderen dat ook? Wij, de niet-vloggers, zijn toch zo gewend aan al die vloggende mensen om ons heen, dat ik dacht dat je dan de schaamte voorbij zou zijn. Wat Bonnie, Roosmarijn en alle anderen allemaal voelen, dat weet ik niet, gelukkig. Ik vind mijn eigen gevoelens soms al vrij overweldigend. Ik vind dit niet gênant. Zo in het bos mijn camera neerzetten,
komen de hele tijd allemaal mensen langs. Die zeg ik allemaal vrolijk goeiedag. Maar ze kijken allemaal wel. Mensen kijken altijd een beetje van... wat gebeurt hier? Je voelt dat ze eigenlijk... vooral mannen, die voelt dat ze eigenlijk iets zouden willen vragen. Dus of mensen er echt allemaal aan gewend zijn, ik weet het niet. Ik denk dat het toch altijd wel opvallend blijft. Dat mensen het altijd wel opvallend blijven vinden. Dat ze altijd wel even stilstaan om te kijken. Maar bijvoorbeeld als je dat in Amsterdam doet, kijkt er bijna niemand om. Als je in Hilversum doet, kijken er al iets meer mensen om. Als je in Amersfoort doet, kijken er nog iets meer mensen om. Dus, maar ik kan die schaamte vrij makkelijk van me afzetten, omdat ik gewoon denk, ik wil dit shot hebben. Anders ga ik straks in de montage denken, kut, had ik nou even dat shot gemaakt. Dus dat helpt. Maar bijvoorbeeld in een winkel of in een niet openbare plek met een draaiende camera naar binnen gaan. Nee, dat daar voel ik te veel. Het is niet echt schaamte of ik vind het niet gênant. Het is meer gewoon ongemak. Het is gewoon, je weet niet hoe mensen gaan reageren. Bijvoorbeeld als ik met Roosmarij naar de Kringloop ga. Dan, we hebben wel eens gezeik gehad dat iemand zei van, ja, je mag hier geen andere mensen filmen. Wij filmen geen andere mensen, behalve als ze ons gaan aanspreken. Maar ook al doe je echt je best om niemand lastig te vallen, om geen dingen in beeld te brengen die niet in beeld mogen, geen andere mensen in beeld te brengen. Je weet gewoon niet of er misschien iemand naar je toe gaat komen en een heel probleem van gaat maken. En daar heb ik dan gewoon niet zoveel zin in. Maar verder is mijn schaamte eigenlijk bijna helemaal verdwenen. Maar ja, het scheelt ook, Roosmarijn heeft een heel klein cameraatje. Echt zo'n, dat lijkt ook helemaal niet echt op een camera. Bonnie heeft een kleine vlogcamera. Ik kom aanzetten met dit apparaat, met een microfoon erop en een statief en een grote lens. Je kan het niet echt, er is niet echt een manier om dit onopvallend te doen. Hoewel, ja, het lukt me soms toch nog wel. Vaak zijn mensen toch nog wel verrast van, was je aan het vloggen? Maar al die jaren vloggen, voor mijn eigen vlog, maar ook al die jaren daarvoor, dat ik het voor de band deed en dat ik het voor Kinderen voor Kinderen deed, hebben mij heel erg over een soort ongemak heen geholpen. En ik denk dat ik wel iets minder verlegen ben geworden ook. En sowieso beter ben geworden in praten en mijn gedachten formuleren in zinnen. Dus goed, dat heeft er verder niks mee te maken. Dus volgende vraag. Berno vraagt, en heel veel mensen vroegen dit zich af, welke AI-app gebruik je die uitleg geeft over die cannoli? In dit geval ging het over een gebakje. Volgens mij, waren het cannoli? Cannelé waren het. Ik ga dat niet nog een keer kopen. Ik vond het toch een beetje, ja, op een soort lekkere manier vies. Op een vieze manier lekker. Ik weet niet. Ik vond het geen prettige eetervaring. Zo'n harde, beetje taaie schil aan de buitenkant. En dan van binnen zo heel zacht en zompig en een beetje, ja, nee. Hey mensen, mijn vlogkijkers vragen zich af wie jij eigenlijk bent en waar ik jou voor gebruik. Dus misschien kun je je even voorstellen aan mijn kijkers. Ik ben ChatGPT, een AI-assistent gemaakt door OpenAI. Bram gebruikt mij om ideeën te brainstormen voor zijn vlogs, vragen te beantwoorden en soms gewoon om een gezellig praatje te maken. Ik help hem met inspiratie en geef suggesties voor originele content. Ja, misschien een beetje een overschatting. Ik gebruik je ook wel vaak om gewoon praktische vragen te stellen, toch? Naast het brainstormen voor vlogs help ik je ook met praktische vragen en allerlei andere dingen. Je kunt op mij rekenen voor allerlei taken. Zo'n beetje slijmbal. Sorry. En waar kunnen mensen jou vinden? Je kunt mij vinden op verschillende platforms, zoals smartphones, slimme speakers en sommige websites. Maar deze iPhone-app, hoe heet die? Waar kun je die downloaden? De iPhone-app heet Siri en je kunt deze vinden en Nee. De iPhone-app heet niet Siri. God, hij gaat soms een beetje koekoek, maar het is dus gewoon de ChatGPT-app van OpenAI, de uitvinder van ChatGPT. Je kunt verschillende stemmen kiezen. Je kan dus gewoon ook typen, dat doen de meeste mensen. Maar je kan ook gewoon praten. En het mooie is dan, ik vind het veel fijner om te praten. Dan kun je gewoon een beetje zo je gedachten laten stromen. Kun je gewoon een heel verhaal houden en dan haalt hij daar het belangrijkste uit. En een tip, je kan ChatGPT ook wat dingen leren over jezelf. Dan moet je wel een account maken. Misschien, nee, ik heb geen betaalde versie. Maar dan kan je gewoon een soort biografietje schrijven over wie je bent. Gewoon de basic, ja, even wat basic info over jezelf. Je kan ook vertellen hoe je graag wil dat hij tegen je praat. Dus ik heb gezegd, cut the crap. Niet iedere keer zou zeggen, nou, dat is een interessante vraag, Bram. Meteen to the point komen. En niet te veel slijmen. Ik vond dat hij nog steeds wel een beetje slijmt. Maar ook niet al te veel tegenspreken, heb ik gezegd. Dat doet namelijk die AI-chatbot van Google. Die gaat de hele tijd met mij in discussie over dingen waarvan ik gewoon zeker weet dat ze niet waar zijn. En dan laat ik me helemaal opfokken door een of andere fucking robot. Dus dat, ja, ChatGPT zegt gewoon, oh, misschien heb ik het bij het verkeerde eind. En misschien denk je, waarom zou je dit nou gebruiken? Waarom Google je niet gewoon? Nou, vaak is het sneller dan googlen.
Het is niet altijd even accuraat als googelen. Dus soms moet je wel nog even iets checken of het echt wel klopt. Maar ik vraag bijvoorbeeld, gisteren heb ik gevraagd, waarom ruikt mijn eierkoek naar ammoniak? Nou, dat blijkt dus te zijn dat er een soort ammoniakcarbonaat wordt gebruikt om een eierkoek te laten rijzen. En als je die dan te warm in de verpakking stopt, dan blijft die ammoniakgeur erin zitten. En eigenlijk alle eierkoeken van supermarkten, die hebben dat. Echt heel smerig. Ik kan eigenlijk geen eierkoek meer eten. Nou, dat heb ik gisteren geleerd. Waarom maakt het doosje van mijn AirPods een soort chirping sound? Kon ik nergens vinden op Google. Ik vraag bijvoorbeeld heel vaak, hoe heet ook weer die ene acteur van die film die ongeveer daar en daar over gaat? Dat is heel lastig te googlen, maar meestal komt hij er wel uit. Als de klok vooruit gaat, is het dan een langer licht 's avonds? Of, en is het dan later licht 's morgens? Kwam ik ook even niet uit. Wat is het verschil tussen guur en onguur en waarom is dat niet het tegenovergestelde? Welke bloemen zijn giftig voor katten? Wat is het gemiddelde dagloon in Nederland? Hoe oud is iemand die in 1930 is geboren? Mag mijn huisbaas foto's komen maken van mijn huis voor de WOZ? Heeft het zin om na het uitgaan cola te drinken? Helpt de suiker tegen een kater? Nee, was het antwoord. Allemaal dat soort vragen die soms gewoon ingewikkeld zijn of vervelend zijn om te googlen. Ik vind het heel handig. Kijk eens naar voor de dag. Annemiek vraagt, ben ik nou de enige die die brilbeelden helemaal niet fijn vond om te kijken? Het beweegt te veel en ik vind het veel fijner en mooier als je gewoon filmt. Nou Annemiek, alle vragen die beginnen met ben ik de enige die, kun je beantwoorden met nee. Misschien dat er 0,1% vragen bestaan die zo uniek zijn dat alleen jij dat hebt, maar eigenlijk is het antwoord altijd nee. Je bent nooit de enige, dus dat is misschien wel een troost. En verder, dit was een comment onder de Brussel-vlog. En ja, ik had toen echt letterlijk die bril voor het allereerst op. Als je een nieuwe camera koopt, moet je altijd een beetje experimenteren. En zoals ik al vaker heb gezegd, mijn vlog is nu eenmaal en het eindresultaat en een kijkje achter de schermen van dat eindresultaat. Dus je ziet altijd een soort work in progress. Het is nooit helemaal af. Het is nooit een schilderij in een museum. Het is altijd een soort schilderij wat nog op de ezel staat, waar iedere dag weer aangewerkt wordt. Wow, deze metafoor bedenk ik ter plekke. Dus je zult heel vaak dingen zien in mijn vlog, zeker de afgelopen weken op vrijdag, die nog niet helemaal perfect zijn, die nog niet helemaal goed zijn. En ik vind het leuk om dingen te proberen. Ik denk dat het belangrijk is om dingen te proberen. Ik weet dat er heel veel dingen zijn in mijn vlog die heel veel kijkers wel leuk vinden. En al die dingen heb ik ontdekt en geleerd door ze een keertje te proberen. Dus als je een keertje iets in mijn vlog ziet waarvan je denkt, dit werkt niet zo goed, of dit vind ik niet zo mooi, of dit vind ik niet zo prettig, of dit vind ik niet zo grappig, of ik hoop dat hij dat niet nog een keer doet. Dan kun je misschien denken, oh, maar alle dingen die ik wel leuk vind, die ik wel prettig vind en wel mooi vind en wel grappig vind, die heeft hij ooit ook een keer voor het eerst geprobeerd. Die zijn blijkbaar bevallen en die mochten blijven. Maar het is essentieel voor mijn proces als videomaker om af en toe wat te experimenteren. En ik weet dat er heel veel mensen kijken die dat juist ook heel leuk vinden en die het juist echt heel erg van genieten dat ze altijd weer een beetje iets anders krijgen, weer iets nieuws krijgen. Ik weet ook dat de mens in het algemeen houdt gewoon van vastigheid en gewoontes. En ik heb ook mijn favoriete YouTubers die dan soms in één keer soort iets anders gaan doen waarvan ik denk, ja, hiervoor kijk ik niet. Maar ja, YouTube is geen Netflix, althans mijn vlogs in ieder geval niet. Dus het is altijd een beetje werk in... Wat is een goede Nederlandse vertaling van de term work in progress? De Nederlandse vertaling van work in progress is werk in uitvoering. Oké, werk in uitvoering. Het is altijd werk in uitvoering. En naar mijn mening wordt mijn vlog steeds ietsjes beter. Maar er zullen ook wel eens dingen zijn die soms even ietsje slechter zijn. Die even iets minder zijn. Het is geen rechte lijn omhoog. Het is een soort achtbaan. Kijk eens naar voor de dag. Studio Blikje vraagt... Ook een vraag die ik best wel vaak, dat kan ik nu bij iedere vraag gaan zeggen, maar goed, daar heb ik ze ook op uitgezocht. Hey Bram, boek jij zelf wel eens een Airbnb in plaats van een hotel? Nou, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Waar we in Griekenland slapen, Bonnie en ik, dat is volgens mij wel via Airbnb oorspronkelijk. En ik heb ooit wel eens, volgens mij in Kopenhagen, echt een heel leuke Airbnb geboekt. Maar ik heb ook een paar keer echt, ja, een beetje, dat gewoon erg tegenviel. En ja, vooral omdat ik dan heel erg het gevoel had dat ik in iemands huis te gast was. En dat, ja, dat is heel tegenstrijdig, want als ik een hotel boek, vind ik het juist leuk als het een beetje huiselijk is aangekleed en niet te hotellerig voelt. Ja, ik snap dat het nergens op slaat, maar een hotelkamer is leuk als het een beetje huiselijk is. Maar de anonimiteit van zo'n hotel spreekt me heel erg aan. Als het zo'n heel mooi, klein boutique hotel is, dan vind ik het al ietsjes ongemakkelijker dat je dan de hele tijd zo
ja, een beetje in de gaten gehouden wordt. En dat kan natuurlijk bij een Airbnb juist ook wel heel fijn zijn dat je een heel huis voor jezelf hebt waarbij niemand je in de gaten houdt. Maar nee, het is echt al heel lang geleden dat ik via Airbnb iets geboekt heb. Ook wel omdat jaren geleden was via Airbnb was het gewoon goedkoper. Dus dan kon je echt voor een paar honderd euro kon je gewoon een week in een heel huis slapen. Terwijl nu is gewoon, ja, mooie Airbnbs zijn minstens net zo duur als hotels, volgens mij. Maar goed, ik kijk nog wel soms op de site om even te zien of ik iets kan vinden. Maar ja, het valt me altijd een beetje tegen. Of het is heel duur, of het is heel lelijk en dan zit je in een kamertje bij iemand in huis. Dat is echt mijn nachtmerrie. Maar bijvoorbeeld de vakanties die we met de vriendengroep doen in de zomer, dat boek ik nooit zelf, dat doet Dr. Bram meestal. Maar dat is volgens mij soms wel via een soort van Airbnb-achtige website. Maar er is iets aan hotels wat me gewoon net iets meer aanspreekt dan dat je echt in iemands appartement of iemands huis slaapt. Kijk eens naar voor de dag. Via Verhoef vraagt: hey Bram, Jesse woont toch in België? Komt hij dan elke keer naar Nederland voor jullie? En dat had ik eigenlijk eventjes aan Jesse zelf willen vragen. Dan had hij misschien wat kunnen uitleggen over zijn werk. Maar het komt erop neer. Ja, eigenlijk. Hoewel, meestal komt hij naar Nederland voor iets voor zijn werk. Hij werkte eerst bij de Belgische Spoorwegen, de Nationale Spoorwegen. Maar nu werkt hij bij een Nederlands treinenbedrijf. Nog steeds wel als machinist, maar ook als opleider. En daarom moet hij dus de laatste tijd wat vaker in Nederland zijn, maar ook nog steeds wel vaker in België zijn. Zodoende. Hij kan zelf nog wel een keer leuk vertellen over zijn werk, want hij is heel enthousiast over. Kijk eens naar voor de dag. Jenne vraagt, even iets anders. Hoe gaat het met je bank? Rode pasta saus eten op de bank, Daredevil. Ja, ik weet nog dat ik toen ik de bank net had, dat ik echt dacht, ik mag hier nooit op gaan eten. Dat ik echt zo, ja, misschien een maand of twee, zo voor de bank ben gaan zitten om te eten. Toen vroeg ik me al een beetje af, hoe lang ga ik dit volhouden? Ja, ik weet niet precies hoe lang, maar ja, ik ben wel een Daredevil geworden inderdaad. Zo gaat het gewoon met spullen en zeker met banken. Hij is gewoon nu al niet meer zo mooi als toen hij net nieuw was. Het komt omdat Kai hem echt, ja, die leeft gewoon zo'n beetje op die bank. En af en toe zet hij toch ook wel zijn nagels erin. En het is van die hele zachte ribfluweelstof die ook, die wordt op sommige plekken al een beetje, ja, soort van pluizig. Het is nog wel mooi, het is nog wel goed, maar ja, ik moet hem wel echt goed schoon houden. Dus er wordt veel gestofzuigd en ja, alle vlekjes die ik zie, alle modderpoten van Kai, worden stevig eraf geboend. Op een verjaardag had iemand er een flesje Salmari overheen gegooid. Niet op de nieuwe bank! Oh mijn god, de nieuwe bank! De bank! Oh, de bank! Dat is dus zwarte alcohol van die dropshot. En toen dacht ik, oh nee, ja, ik was gelukkig een beetje aangeschoten. Maar ik dacht, oké, dit was mijn bank. Maar dat ging er gewoon, hop, met één veeg van het doekje ging het eraf. Sindsdien denk ik ook wel, oké, hij is ook wel gewoon best wel goed schoon te maken. Dus misschien dat ik daar ook wel iets minder voorzichtig ben geworden. Maar ja, ik zit soms inderdaad gewoon lekker mijn rode pasta saus op de bank te eten. Gek hoe dat gaat met nieuwe spullen. Dat je echt denkt, hier ga ik zo zuinig op zijn als je het net nieuw hebt. En dan 2-3 maanden later is het dan gewoon lala. Het begint harder te waaien. En de wolken worden iets donkerder. Ik denk dat het slim is om weer een beetje richting mijn fiets te gaan lopen. Een vraag van Mahopo, die veel mensen ook, ja, weer een vraag die heel veel mensen hebben gesteld. Kijk eens naar voor de dag. Wanneer wordt jouw aflevering van Tussen Kunst en Kietje uitgezonden? Mijn aflevering. Alsof ik de hele tijd daarin zit. Dat zal echt wel meevallen. Ja, als ze dat stuk gaan gebruiken, dan ben ik wel duidelijk in beeld bij, ja, bij zo'n aan de tafel bij Frits. Bij een soort, ja, soort zilveren potje. Maar wanneer die op tv is, weet ik niet. Mijn moeder zei, die had het ergens gezien, dat het waarschijnlijk pas na de zomer is. Er is nu volgens mij net een seizoen afgelopen. Ik vind dat, oh, het komt daar aan. Oh, ik dacht dat het een heel groot paard was, maar het was een grote vrouw met twee grote honden. Ik schrok even. Ik vind na de zomer een beetje laat voor iets wat dan al in, wat was het, februari? Januari is gefilmd. Maar aan de andere kant, Tussen Kunst en Kietje is misschien wel vrij tijdloos. Maar stel dat Frits Sissing ineens onder een tram loopt deze zomer, dan zit je met een heel seizoen Tussen Kunst en Kietje wat je niet kan uitzenden. Of zouden ze dat dan wel doen? Zou Avro Tros in zijn contract hebben gezet, wat er ook met jou gebeurt, of je nou gecanceld wordt of onder een tram loopt,
We zijn het sowieso uit. Sommige tv-bedrijven doen dat. Dan krijg je aan het einde van de film of de programma krijg je zo'n zwart scherm met ter nagedachtenis van even bij de koeien kijken. Koeien kieken, sorry. En Ivo vraagt ook over Tussenkunst en Kitsch. Kijk eens naar voor de dag. Ik was er graag bij geweest. Ga je nog een keer? Toen het net voorbij was, dacht ik gelijk, dit was zo leuk. Ik wil dit nog een keer doen. Ik wil dit heel vaak gaan doen. Zo, die wind, jongens. Ik weet niet of je mij kunt horen. Ik sta hier bij de koeien. Ze komen nu toch wel even nieuwsgierig koekeloeren. Koeien zijn eigenlijk net katten. Net iets nieuwsgieriger dan dat ze bang zijn. En altijd op zoek naar iets te vreten. Maar misschien herken je het wel, dat je iets heel leuks hebt gedaan. Dat je denkt van, dit wil ik nu altijd doen. Ik wil het heel vaak gaan doen. Maar dat als je het dan nog een keer gaat doen, dat het dan net iets minder leuk is dan de eerste keer. En dat dan misschien in retrospect de eerste keer in je herinnering ook iets minder bijzonder wordt. Dus daar ben ik in dit geval bang voor. Het was zo'n groot succes, tussen aanhalingstekens. En de vlog is zo leuk ontvangen. En mijn moeder en ik hebben er zulke leuke herinneringen aan. We hebben er nog heel veel over nagepraat. Het zou zonde zijn om... Ja, ik zou het zonde vinden om nu nog een keer er naartoe te gaan. En dat het dan net iets minder leuk blijkt te zijn. Of, waar ik ook een beetje bang voor ben. Ja, er moet iemand op die redactie van Tussen Kunst en Kitsch mijn vlog hebben gezien. En ik was natuurlijk wel enthousiast, maar ook wel... Ja, een beetje kritisch en sowieso was ik eigenlijk een beetje stiekem aan het filmen. Dus ik ben ook wel bang dat als ik daar dan nu nog een keer heen ga, dat kan. Ja, misschien sta ik wel op een soort zwarte lijst en dan krijg ik helemaal op mijn kop van Frits Sissing. Dat kan ik niet aan. Kijk eens naar voor de dag. Maar de Lief vraagt ongevraagd advies, wink. De Mol België is echt een betere, spannendere variant van Wie is de Mol met onbekende mensen. Dus mocht je Wie is de Mol zat zijn, misschien een aanrader. Ja, dat is een hele goede aanrader. Ik ben vorig jaar... Ik heb vorig jaar voor het eerst Belgische Mol gekeken. Ik ben nu ook weer begonnen. En het is echt weer zo vet. En ja, ik zit me dan toch de hele tijd af te vragen. Waarom is dit nou zoveel beter en leuker en makkelijker te volgen en grappiger dan de Nederlandse Mol? Ik weet het niet precies, maar het heeft zeker iets te maken met het feit dat het onbekende mensen zijn. Want daardoor voelt het zoveel echter. Zelfs bij de eerste aflevering, als er dan de eerste eruit gaat, moeten ze allemaal heel erg huilen, zijn ze allemaal heel verdrietig. En dat komt natuurlijk omdat het zijn gewoon echte mensen. Die zijn niet gewend om op tv te komen. Die weten niet hoe ze overkomen. Die hebben geen mediatraining gehad. Maar ze gaan ook niet expres een beetje aan als de camera aangaat, zoals BN'ers. Tijdens de opdracht wordt ook veel meer gescholden en gevloekt. En zijn ze best wel fel tegen elkaar. Dat zouden BN'ers ook niet zo heel snel doen. Of als ze het doen, dan is het een beetje berekenend. Zo van, dan kom ik lekker enthousiast en fanatiek over. Terwijl nu, ik heb gewoon het gevoel dat het heel echt is. En de opdrachten worden gewoon heel goed uitgelegd. Dus de presentator legt ze goed uit. Vaak is er een animatie bij, zodat je precies ziet wat de bedoeling is. En vervolgens past de opdracht ook gewoon binnen het tijdsbestek van de aflevering. Dat is zo raar bij Wie is de Mol, dat er altijd een soort fade-out, een soort compilatie komt van dit is er ongeveer gebeurd. Dan denk ik, dan kan ik het toch niet weten. En bij de Belgische Mol heb je in ieder geval het gevoel dat je echt ziet wat er gebeurt. Ik heb nog steeds trouwens na 2 afleveringen geen enkel idee wie de mol kan zijn. En ik weet eigenlijk ook nog steeds niet zo goed wie ook weer wie is. Maar dat komt wel straks. Het is wel echt heel leuk om naar te kijken. Dus dat is zeker een goed ongevraagd advies. En je hoeft er trouwens wat mij betreft echt niet meer steeds bij te zeggen als je een ongevraagd advies hebt. Ik heb het al een keer gezegd. Ik ben helemaal om. Alle tips zijn welkom. Gooi ze maar in mijn comments. Als ik iets aan heb, dan ben ik je erg dankbaar. En als ik er niks aan heb, dan negeer ik hem gewoon. Dus ik moest er even mee oefenen, maar inmiddels denk ik dat ik het meestal kan. Ik voel de storm aankomen. Je hoort het echt. Het is wel een heel mooi moment om in het bos te zijn. Maar ik wil wel graag het bos weer uit zijn voordat het losbarst. Kijk eens naar voor de dag. Sea Life zegt... Wat fijn dat je je nu weer zoveel beter voelt. Dit is onder de video dat ik ging vertellen dat ik zoveel dagen achter elkaar dat stomme spelletje op mijn telefoon had gespeeld. Waar ik eigenlijk mee ben begonnen, omdat ik best wel in een flinke sombere periode zat. Wat fijn dat je nu zoveel beter voelt. Heb je daar bewust aan gewerkt? Of is die somberheid weer overgewaaid? Zelf zit ik nu in zo'n periode en ik hoop dat ik mezelf er weer uit kan trekken. Ik heb er wel vrij bewust aan gewerkt. Het is zeker niet zomaar overgewaaid. Het is gewoon begonnen met er met mensen over praten.
Dus gewoon aan heel veel, eigenlijk aan iedereen die het wel of niet wilde horen, vertellen. Ik voel me niet zo lekker, ik zit daar en daar mee. En allerlei zaken waar ik eigenlijk nooit echt heel open over was geweest. Gewoon, ja, dan maar eruit gooien. Nou, trouwens ook weer niet met zoveel mensen. Maar ik heb gewoon met een paar hele goede vrienden heb ik gewoon heel veel gedeeld. En dat luchtte al zoveel op. Dat heb ik laatst in een vlog volgens mij verteld over de theorie daarachter. Dat je dus, als je dingen deelt met je vrienden, dat je dan ook een soort connectie maakt. In mijn geval was een deel van die somberheid was een soort gevoel van eenzaamheid. Een soort van gevoel van anders zijn en er niet bij horen. En doordat je dus, alleen al door dat gevoel te delen met je vrienden, creëer je eigenlijk alweer een connectie. Waardoor je dus alweer minder eenzaam bent. Waardoor je dus eigenlijk een deel van het probleem oplost. En toen op een gegeven moment voelde ik me ietsjes beter, waardoor ik ook, ja, waardoor ik er ook wat helderder over kon nadenken. En dat, ja, het is een beetje, ik weet dat het echt niet voor iedereen helpt, maar voor mijn gevoel heb ik toen op een gegeven moment ook een beetje een soort knop omgezet van, ik ga nu ook proberen eruit te komen. Ik ga niet meer de hele tijd zeggen van, oh, ik voel me zo somber en alles is zo kut en waarom leef ik eigenlijk en zo. Ik ga ook echt, ja, een beetje fake it till you make it misschien. Weet je, zo jezelf voor de gek houden dat het best goed gaat. Waardoor het daarna ook weer een beetje goed gaat. Nou, dit kan natuurlijk, dat zal echt niet voor iedereen werken. Mijn hoofd zit blijkbaar zo in elkaar dat ik mezelf kan aanpraten dat het best wel goed gaat. Toen kreeg ik het geluk, had ik het geluk dat de therapeut waar ik al heel lang op zat te azen in één keer plek voor me had. En daar ga ik nu ongeveer om de week, iedere week naartoe. En dat, ja, dat geeft zoveel verlichting en zoveel inzichten en zoveel. Ja, het is niet iedere week leuk. Ik denk dat ik het tot nu toe iedere keer wel heb gehaald. Maar het voelt wel echt zo goed om ermee bezig te zijn. En ja, er zijn, zonder dat ik het echt in de gaten had, waren er zoveel dingen die ik een beetje heb opgekropt. Het is echt heerlijk om daar met iemand over te praten die er dan ook zo'n neutrale, objectieve mening. Ja, een objectieve mening is een beetje een, is een beetje tegenstrijdig, maar de mening van een buitenstaander te horen daarover. En hij is er echt niet op uit om mij de hele tijd te troosten of gerust te stellen of te zeggen, ah joh, zo erg ben je ook weer niet. Dus ik zou zeggen, Sea Life 13, probeer het niet helemaal, ga het niet helemaal alleen proberen, maar praat erover met vrienden, bekenden, familie en als het nodig is, zoek hulp. Ik ga even kijken of ik achter deze boom uit de wind sta. Nou, een beetje, maar ook een beetje uit de zon. Kijk eens vraag voor de dag. Esther vraagt, een leuke achter de schermen vraag. Als jullie daar meer vragen van hebben, dan wil ik daar best een keer een soort aparte Q&A over opnemen. Wow. Ik hoop zo dat ik voor de storm thuis ben. Ah, nee. Ik dacht, hier sta ik uit de wind, maar ik sta helemaal niet uit de wind. Oh, voel ik een druppel? Is het moeilijk om twee vlogs te monteren op één dag, zodat het geen nachtwerk wordt? Je hebt toch wat speling? Daar ben ik als leek zijnde benieuwd naar. Nou Esther, het eerlijke antwoord is, dat is heel moeilijk. Maar niet omdat het te veel tijd kost. Of omdat het te veel denkwerk kost of zo. Het kan makkelijk. Twee vlogs op één dag. Maar ik ben er gewoon te lui voor. Ja, het lukt me gewoon niet. Alleen als het echt moet, als ik weet bijvoorbeeld, ik heb dit weekend helemaal geen tijd, dan kan ik het opbrengen om op vrijdag al de vlog voor maandag te maken. Of op donderdag al de vlog voor vrijdag en maandag te maken. Maar het allerlekkerst en comfortabelst is toch gewoon op maandag de vlog voor dinsdag, op dinsdag de vlog voor woensdag. En gewoon, ja, iedere dag een taakje. Is ook wel lekker voor mijn ritme. Maar ja, soms heb ik dan gewoon slecht gepland en dan is de vlog nog niet helemaal af. Moet de thumbnail nog maken en de titel nog verzinnen en de beschrijving nog typen. En dan moet ik uit eten of naar een feestje en dan kom ik heel laat thuis en dan lig ik als lekker in bed en denk ik, oh kut. De vlog, de titel, de thumbnail, ah. Dus het is niet moeilijk, maar ik maak het moeilijk. En de wind is weer gaan liggen en het wordt ook wel best blauw. Maar ik ga het er niet op wagen. Ik ben nu bijna bij mijn fiets. Het is tijd voor de laatste vraag. Kijk eens vraag voor de dag. Uurharm vraagt, hey Bram, accepteer je nog vragen voor een Q&A en ga je nog eens gay talks doen? Nou, ik accepteer altijd vragen voor Q&A's. Je kan dus altijd gewoon een comment achterlaten onder mijn video en dan wordt het misschien wel een kijkersvraag van de dag. Kijkersvraag van de dag. Of ik verzamel ze weer een keertje en dan maak ik zo'n video als dit. Maar vragen zijn altijd welkom. Ik kan niet op alles reageren, maar ik lees wel alles. En de gay talk, ja, er is nog één gay talk die ik ooit beloofd heb, die ik heel graag wil gaan maken. En dat is met mijn moeder.
Ik heb het al een keer aan haar gevraagd. Toen heeft ze ja gezegd, maar ik denk dat ze dat inmiddels weer is vergeten. Want dat is misschien wel 2 of 3 jaar geleden. Dus ik moet het weer eventjes een beetje voorzichtig gaan inmasseren. Het lijkt me heel leuk om met haar te praten over ja, hoe zij mijn coming out en dat hele proces heeft ervaren. Maar ook over reacties van ouders op coming outs. Dat is een vraag die ik heel vaak krijg van ja, hoe moet je dan wel reageren? Dus dat lijkt me interessant om met haar over te praten. Daar heeft zij vast een heel goed idee over. Terwijl ik het toch vooral makkelijk vind om te bedenken hoe het vooral niet moet. Maar echt die gay talk zoals ik ze een paar jaar geleden maakte met een gast. En bij mij thuis heel veel vrouwen, of in het hotel, het Volkshotel, allemaal vragen beantwoorden, advies geven. Ja, dat zit er voorlopig denk ik niet, in die vorm in ieder geval niet in. Want ik vond het toch, ja, ik vond het toch te spannend en te stressvol. En er zijn heel leuke dingen uit voortgekomen. Maar er zijn ook wel een paar afleveringen waarvan ik denk van ik weet niet of die de tand destijds helemaal hebben doorstaan. Omdat het toch altijd ook wel heel persoonlijk wordt. Maar ik wil wel graag op mijn kanaal heel, heel gay blijven. En dat is toch moeilijker als single dan... Nou ja, ik kan wel af en toe wat verhalen over dates vertellen. Maar als je verkering hebt kun je gewoon je vriend knuffelen of kussen. En dat is dan meteen al gay. Dus ik moet het nu iets meer... Ja, mocht je ideeën hebben voor wat is nou echt een leuk gay thema... Wat ik eens even kan bespreken... In een vlog waar ik vragen over of advies over kan geven. Of ja, misschien toch iemand over kan interviewen. Maar dat moet er wel een heel goede vriend zijn. Waar ik me heel comfortabel bij voel. Laat het vooral weten in de comments. En dankjewel voor het kijken. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van de zon. Volgens mij wordt het heel lekker warm morgen. Overmorgen. Ja, voor jullie morgen. En zie ik je maandag weer met een gewone vlog. Kijk maar even. Doei! Dus ik zat een beetje zo lekker zo aangeschoten in de trein. En één keer moest ik omroepen. En hij ging zo lopend naar dat hokje aan mij vertellen van... dit en dat moet je zeggen. Maar ik was in één keer helemaal... Nou, volgens mij ga ik dit trouwens in de vlog van maandag uitgebreid vertellen. Dus ik...